Welkom bij de examenvraag van vandaag. Wederom, examen uit 2015, de eerste tijdvak. Er staan gewoon heel veel goede vragen in, dus daar gaan we gewoon lekker mee door. Deze vraag gaat over gaswisseling en we beantwoorden uiteindelijk vraag 17 en 18. De tekst die daarbij staat is als volgt: Alle organismen wisselen gassen uit met de omgeving. Deze gassen spelen een rol bij de stofwisseling. Bij mensen vindt gaswisseling plaats in het ademhalingsorgaan. In de afbeelding zie je een deel van de ademhalingsorganen van de mens. Dan zie je, als het goed is, als je dat herkent, dan zie je daar een trosje met longblaasjes. Je ziet ook dat er adertjes en slagadertjes lopen. En ze hebben voor lekker voor de verwarring ook wat trilhaartjes aangewezen. Die zitten er wel degelijk in, maar ik weet niet of die in elk boek ook zo benoemd staat waar jij mee geleerd hebt. Daar hoort vervolgens de volgende vraag bij. De letter P geeft een deel aan waarin gaswisseling plaatsvindt. Hoe heet dit deel? Nou, je ziet daar inderdaad al heel mooi deel P aangegeven. En. Dan zou het zo moeten zijn, dan kun je even nadenken of we hem even op pauze zetten, want ik ga namelijk gewoon door. Deel P, dat is een longblaasje. En in die longblaasjes, daar vindt dus de gaswisseling plaats. Dat wil dus zeggen dat er lucht die je inademt, komt dat longblaasje in. Daar zit veel zuurstof in. Die zuurstof die gaat door de wand van het longblaasje, het bloedvat in dat om die longblaasjes heen loopt. daarom zie je ook de adertjes en de slagadertjes in. Die bloedvaten zitten ook veel koolstofdioxide en dat gaat juist de andere kant op. Dat is dus van het bloed naar de ingeademde lucht in de longblaasjes. Er worden dus gassen uitgewisseld, vandaar dus gaswisseling. Dan staat er nog een vraag onder, ook daar gaan we even naar kijken. En de vraag is als volgt. In de afbeelding zie je het hart met bloedvaten van de kleine bloedsomloop. De letter Q geeft het bloedvat aan dat bloed vanuit de ademhalingsorganen naar het hart vervoert. Hoe? Heet dit bloedvat? Hierbij zie je dus ook heel mooi bij deze vraag, en daarom is het wel een goede vraag om even naar te kijken, dat ze meteen twee stukken die jij geleerd hebt met elkaar combineren. Enerzijds het ademhalingsstelsel, en we gaan in één keer door naar het bloedvatenstelsel. En dan moet je alle twee iets dus over beantwoorden. Dat zul je vaak zien in examenvragen, en dat is hierbij geen uitzondering. Je ziet hier een hele versimpelde weergave van de kleine bloedsomloop. Dat is dus de bloedsomloop waardoor bloed gaat van het hart naar de longen en weer terug naar het hart en in de longen daar vond die gaswisseling plaats. Vandaar dus ook het verband met de eerste vraag. Hierbij is het belangrijk en dat is dus ook goed om te oefenen dat je op zelfs een simpele afbeelding zoals deze eruit kunt halen in welke richting bloed stroomt. Want dan kun je namelijk achterhalen wat letter Q is. Ik zal het je zo uitleggen. Als je nu kijkt naar het hart, dan zie je hier de rechterboezem en de rechterkamer. Het stroomt dus van de rechterboezem naar de rechterkamer en vervolgens stroomt het bloed de longslagader in. Hoe weet ik dat nu? Nou, enerzijds omdat ik natuurlijk gewoon het plaatje herken van, nou, ik weet wat de rechter en de linkerkant zijn. Die zijn in principe, als je naar een afbeelding kijkt, vaak omgedraaid. Want het is alsof ik nu kijk naar iemand die op zijn rug ligt. Ik zie het ook aan de kleppen. Je kunt die kleppen als het ware voorzien. Je kunt bijna je handen voor je houden en dan, ja, als de kleppen open gaan, dan kan het wel door. Als het bloed probeert terug te stromen, gaan ze dicht. Dus zo kun je het je ook voorstellen, oh, dan moet het bloed dus wel in deze richting gaan. Nou, het gaat naar de longen toe, naar de haarvaten van de longen. En vervolgens vindt daar de gaswisseling plaats. Dan wordt dus nieuwe zuurstof opgenomen. En dan stroomt weer zuurstofrijk bloed van de longen naar het hart. En dan kom je dus bij Q uit. En Q, dat is dus de longader. Want een bloedvat krijgt altijd de naam van het orgaan waar het mee verbonden zit. Nou, in dit geval dus met de longen. En het is dus een ader of een slagader. En hoe wist je dat? Nou, bloedvaten waardoor bloed wegstroomt van het hart zijn slagaderen en bloedvaten waardoor bloed juist weer terugstroomt naar het hart dat zijn aderen. Dus in dit geval dus longader komt van de longen terug naar het hart. Dan is dit het einde van de uitleg. Onder in de beschrijving vind je weer een aantal linkjes naar het examen en ook naar wat extra uitleg. Vergeet niet te liken en tot de volgende.